De Verenigde Naties heeft 3 december uitgeroepen tot de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking. Ook in Suriname is deze doelgroep in het zonnetje gezet. De stichting Frederik Arnold van Russel, Mijn Wens Suriname, heeft in de congreshal bijkans 300 personen met een beperking van verschillende instellingen een gezellige dag bezorgd. Deze dag is door de VN in het leven geroepen om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden. Vanmorgen is er 1 minuut stilte in acht genomen voor de voormalige voorzitter van de stichting Fred van Russel, die in oktober is overleden. De huidige voorzitter Ronald van Russel geeft aan dat de stichting zich zal blijven inzetten voor de mens met een beperking. Het is dit keer de 5e keer dat wij als stichting deze bijzondere dag, ik noem het een bijzondere dag omdat u mag weten dus dat de gewezen voorzitter, de heer Frederik Arnold van Russel, u als mens met een beperking steeds een warm hart heeft toegedragen. Ja, dat we vandaag weer na zijn scheiden, en ik mag u zeggen dat hij is nauwelijks een anderhalve maand geleden overleden, maar die voorbereidingen had hij al getroffen. En voordat hij stierf, zei hij ons van luister, deze dag moet doorgaan, wat er ook gebeurt. Dus ik begreep dat het voor ons een challenge was, voor ons was het een uitdaging om die opdracht die hij ons gegeven heeft ook uit te voeren. En we zijn blij om u vandaag vanmorgen te mogen ontvangen. We hopen dus dat deze dag een heel bijzondere dag voor u zal zijn. Het is de eerste keer dat de oprichter Fred van Russel niet lijfelijk aanwezig is, zegt van Russel. De stichting zal deze groep die vaak vergeten wordt, altijd gedenken op deze internationale dag. Van Russel gaat verder aan dat zijn vader de doelgroep altijd liet weten welke voorstellen hij deed aan de regering. Zo wisten de personen met een beperking dat er mensen en instanties zijn die ze wel een warm hart toedragen. Zo heeft hij in het verleden aangegeven dus dat bij drukke punten in de binnenstad er verkeerslichten moeten worden geplaatst. Speciaal voor deze groep, afgestemd op blinden en slechtzienden. Verkeerslichten dus die met geluid dus aangeven wanneer zulke mensen dus moeten oversteken. Ook moeten er trottoirs komen waarop mensen die in een rolstoel zitten zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. U heeft gemerkt dus dat als u in de binnenstad loopt, er weinig plaatsen zijn als er mensen met een rolstoel zijn, dat zij eigenlijk vrije toegang hebben. Dat heeft hij ook elk jaar aangegeven om dus de aandacht te vestigen op een ieder, om ook rekening te houden dus met die groep. Verder heeft hij aangegeven in het verleden dus dat openbare plaatsen en scholen gemakkelijk toegankelijk moeten worden gemaakt voor mensen dus die zich moeilijk voortbewegen of in een rolstoel zitten. Dat was Ronald van Russel, voorzitter van de stichting Frederik Arnold van Russel, Mijn Wens Suriname. Hij sprak vanmorgen op de Internationale Dag van de Mens met een Beperking. De stichting heeft bijkans 300 personen met een beperking een gezellige dag bezorgd.